Who are you talking about? Afgelopen donderdag werd in de Kamer de euthanasiewet ook uitgebreid voor minderjarigen. Dit lokte veel reactie uit. Vinden jongeren dokters die euthanasie uitvoeren ook moordenaars? Die mensen die zeggen dat moord is, dat vind ik ook zever. Want ik denk niet, als je die mensen in die plaats zet van elke dag pijn te lijden, dat die dat elke dag kunnen volhouden. Dat kan ik me niet voorstellen. Goh, ja, moordenaars niet, engelen ook niet. Ik denk dat een job is. Ja, als jij dat wilt doen, heb ik daar alle respect voor. Maar waarom werd deze wet net nu gestemd? Er zijn toch ook nog heel wat andere jongere thema's die op tafel liggen? Nu, ik denk dat de vraag rond euthanasie zeker een reële kwestie is en een reëel politiek vraagstuk is. Op dat moment dat eigenlijk de politieke partijen vooral graag uitpakken met ethische thema's zoals euthanasie enzovoort. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar vooral om de aandacht natuurlijk af te leiden van het enorme besparingsplan en enorme miserie die vandaag aan het creëren zijn voor jongeren. Een jongere kan voor euthanasie kiezen als hij welsbekwaam wordt bevonden. Maar in de wet definieert men niet wanneer iemand als welsbekwaam wordt gezien. Ja, ik denk dat je welsbekwaamheid niet echt in één categorie kan vestigen. Ik denk dat voor iedere persoon apart, elk particulier geval apart moet beoordeeld worden. Opnieuw denk ik dat er genoeg mensen zijn in onze maatschappij die daar een degelijke studie voor ondernomen hebben om daar wel degelijk beslissingen over te kunnen maken. Afsluitend lieten we kinderrechtencommissaris Bruno van Opbergen nog even aan het woord. En ja, het in het kinderrechtenverdrag is hier staan dat kinderen recht hebben om een keuze te kunnen maken tussen leven en dood. Het is eigenlijk een ethisch